Er was geen eredivisievoetbal afgelopen weekend en de spelers hadden dus een weekendje vrij. Het ideale moment voor een teamuitje met een behoorlijk nat en wild programma dit jaar. Net gebodyboard. Ja, dat is super leuk om een keer te doen. Voor mij was het de eerste keer en voor mij had iedereen er heel veel plezier in. Nee, dit was geweldig man. Dit is echt leuk. Echt, geen woorden man. Het is echt leuk. Echt leuk dit. Raad iedereen aan. Je moet met een bord moet je gewoon, heb je stromend water en dan moet je daar tegenaan. Allemaal trucjes proberen en sommige jongens konden er wel wat van. Ik weet niet of je bij ons in de baan hebt gekeken, maar volgens mij Ruud Boijmans, Chris, Mark, allemaal zijn we die baan ingesprongen en op een gegeven moment 3-4 tegelijk. Dus wat naar de zin. Toch blijft de vraag nu, wie is eigenlijk het beste? Ik zag Van der Maro wel goede trucjes doen, maar niemand heeft mijn trucje gedaan. Dat was een koprol. Jij bent de beste. Dat wil ik niet zelf zeggen, maar ik heb hier en daar geluidjes gehoord dat ik wel talent had en dat ik hier mocht komen werken. Vandaag gaat het even niet om voetbal, maar om lol maken en een stukje teambuilding. Maar hoe belangrijk is dat eigenlijk? Ik denk heel belangrijk. Lekker lol maken met elkaar, lachen om elkaar als iemand valt of eruit vliegt. Dus fantastisch. Deel 2 van het programma is raften en de mannen moeten in 2 of 3 tallen deze wildwaterbaan af. En ook hier ontstaat er natuurlijk weer een strijd wie het snelste beneden is. En nu zijn we met een tube van een wildwaterbaan afgegaan en in 2 of 3 tallen. Dus het was even een leuk dagje. Puntje van kritiek, je werd wel ingehaald op een gegeven moment. Ja, maar ja, soms blijf je wel eens haken en dan daar heb je niet altijd invloed op met zo'n wilde waterbaan. Dus goed, daar is natuurlijk niks aan te doen. Wiens fout was het nou dat jullie een paar keer werden ingehaald? Ingehaald? Ja, maar anders... We zijn een team, we verwijten niks. Ja, precies, dat ook. Maar af en toe moesten ze ook even voorlaten. Want anders hebben ze helemaal zo'n lullig gevoel natuurlijk. Na 3 uur waterpret zit de dag erop en druipen de mannen nat maar voldaan weer af. Het was geweldig. En, ik denk dat we met z'n allen een hele leuke dag hebben gehad. En, het was wel pittig, maar ik heb me prima gemaakt.